opdrachten in het vierde jaar van mijn opleiding, bedrijfseconomie. En ik ben hier aan het afstuderen op Hotel Papendal. Het is een hotel en congrescentrum, dus dat wil zeggen dat mensen hier overnachtingen kunnen boeken, maar dat er ook congressen en vergaderingen worden georganiseerd. Ja, er lopen hier over het algemeen heel veel sporters rond, doordat het Hotel Papendal een dochter is van NOC-NSF. Binnen Papendal sporten alle topsporters van Nederland. De Olympische Bond is hier gevestigd. Ik ben hier in het derde jaar van mijn opleiding terechtgekomen voor mijn meewerkstage. En ja, het mooie aan Papendal vind ik dat er superveel verschillende evenementen worden georganiseerd. En ik heb zelf heel veel met sport, vind ik heel leuk. En je loopt hier, elke dag loop je wel tussen de sporters. Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen wat de financiële prestaties per evenement zijn geweest. Er worden verschillende evenementen op Papendal georganiseerd. En in de huidige situatie wordt gekeken wat de financiële prestaties per maand zijn. Maar het doel is dan om naar prestaties per evenement te gaan kijken. Voor mijn onderzoek heb ik, om de huidige situatie te achterhalen, heb ik verschillende medewerkers geïnterviewd. Daarnaast heb ik ook op de werkvloer gekeken hoe het eraan toe gaat. En dat doe je gewoon door middel van een dagje mee te lopen. Voor het verdere onderzoek heb ik vooral theoretisch onderzoek gedaan. Dat wil zeggen op internet en boeken. Allemaal theorieën achterhaald. En aan de hand daarvan ga je aan de gang om uiteindelijk het verbeterplan te maken. Nou, ik denk dat het voor Papendal heel goed is dat er hier studenten zijn. Omdat die vanuit een frisse en theoretische blik echt naar de praktijk gaan kijken. En het gaat met name om processen. Waarbij bijvoorbeeld digitalisering een goede mogelijkheid zou zijn om dingen te verbeteren. En dat je ook op sommige afdelingen dat die gewoon een standaard manier van werken hebben. En dat ze dat heel veel jaren al uitvoeren. Terwijl er in de loop van de tijd al dingen zijn veranderd waardoor het op een makkelijkere manier zou kunnen gaan. In 2011 ben ik begonnen met mijn derde jaar stage. En vanuit daaruit heb ik een afstudeeropdracht verkregen op de financiële afdeling. En zo ben ik in deze functie gerold binnen Sportcentrum Papendal. Stagiaires is voor een organisatie erg belangrijk om te kunnen kijken of zij geschikt zijn voor een eventuele functie na hun stage. Bij mij is dit ook het geval. Ik heb natuurlijk stage gelopen en ik ben hier nu in dienst. De BE-opleiding is een HBO-opleiding. Dat betekent dat de praktijkcomponenten heel belangrijk zijn. We kennen daarvoor de stage in de eerste helft van het derde jaar en de afstudeeropdracht in de tweede helft van het vierde jaar. Bij een stage gaan studenten operationeel meewerken en houden zich bezig met een aantal kortlopende opdrachten. In de afstudeeropdracht is er een grote opdracht die om een projectmatige aanpak vraagt. Studenten zijn in staat om vaak informatie naar boven te halen waar onvoldoende tijd of deskundigheid voor bestaat in de organisatie. En om dat in duidelijke wijze te analyseren en daarmee voor de opdrachtgevers een toegevoegde waarde te bieden. Het gaat vaak over het optimaliseren van processen, het inrichten van een management informatiesysteem, een onderzoek doen naar de kosten die binnen de organisatie gemaakt worden. Onze BE-studenten vinden hun weg naar een breed werkveld dat varieert van productiebedrijven, handelsbedrijven, overheid, semi-overheid, de zorgsector, zakelijke dienstverlening. Kortom, je zou kunnen zeggen elke organisatie met een voordeur en processen, en welke hebben die niet, zijn onze studenten inzetbaar vanuit het bedrijfseconomisch vakgebied. Studenten komen hier binnen zonder dat ze heel veel praktijkervaring hebben. En ik denk dat het goed is dat ze dus vanuit theoretische modellen hier echt gaan kijken hoe het eraan toe gaat.